Hey, hallo en welkom terug bij een nieuw videokanaal. Vandaag spelen wij weer heel erg mooi. Hoe heet het? Car Factory Tycoon of zoiets. We bouwen hier auto's in een garage met een heleboel andere en ook ondertussen al wat meer dan auto's. Maar we kunnen vandaag Conveyor 6 gaan kopen. Deze kost 73 miljoen en ik heb 145 miljoen. Dus wij gaan eventjes mooi dat ding kopen. En wat wij. Oh, dit is duur. We beginnen met de Humvee. Oh. We kunnen wel mooie dingen kopen. Dus we kopen sowieso alvast deze. En dan kunnen we ook al gelijk de volgende auto kopen. En dan hebben we nog een klein beetje geld over. En dan gaan we eventjes heel mooi onze spulletjes eventjes hierin leggen. Want dat zijn wel mega grote motoren, zeg. Dat is echt ongezond. Gaan we eventjes wat spulletjes hier alvast inleggen. En wat moeten we hier? Moeten we de stoelen erin laten zweven of zo? En dan pakken wij de motor. Dat is echt een hele grote motor. Vooral ook een lange aandrijfas. Dan moeten we nu het frame erop gaan lassen. Zo. Oh, dat is wel een grote auto, zeg maar. Net even. Gelukkig vinden de meeste militaire auto's of gepantserd glas of bijna geen glas. Dus dat komt altijd even lekker uit. En deze heeft vier wielen nodig. Ik weet niet, hoe kan je dit laten rijden op vier wielen? En nu heeft hij opeens zes wielen. Echt, dit kan mijn brein niet aan, weet je. Dit slaat echt helemaal nergens op. Dit slaat echt helemaal nergens op. Stop hier weer mooi de spulletjes in. Dan stampen wij de stoelen er weer op. Dan leggen wij de motor er weer in. Hartstikke mooi, hartstikke stoer, hartstikke sappig. Dan kunnen we weer alles aan elkaar gaan lassen. Want dat moet natuurlijk ook gebeuren. En dan, nee, ik wil nog even niet racen. Gaan we wel zo meteen natuurlijk weer doen zoals altijd. Dan snijden we de raampjes uit. En dan leggen we de wielen eronder. Heel erg mooi. Hop, 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 hop. En dan gaan we eventjes een koekeloertje nemen. Hoeveel het. 2,6 miljoen. Zonder gescamd te worden, dames en heren. Zonder gescamd te worden. Dat is gewoon meer dan. Dan zo'n sloopkogelmachine ding. En dit vind ik wel echt heel erg stoer. Ze staan ook op stapjes. Dan gaan we nog een werknemer erbij kopen. Hoef ik net eventjes wat minder zelf te doen. Ik vind het wel jammer dat je er 3 seconden over doet om de stoel erin te leggen. Dan gaan we gewoon erin gooien, joh. Dat blijft wel zitten. Dat komt wel goed. Heel mooi. Leggen we eventjes hier nog een beetje troep erin. Zo, prachtig. En zo, die zit vol. En dan pakken we nog wat materiaaltjes. En die leggen wij mooi hierin. En dan gooien we die weg. En dan pakken we het lasapparaat. En dan heeft het wel zin als ik eventjes goed klik. Hoppa, prachtig. En dan zo. Snij, 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 snij. En dan leggen wij de wieltjes eronder. Hup, 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 hup en hup. En dan hebben we weer een nieuwe auto voor de verkoop. En ook weer wat. Ja, zo'n kogelkranen, weet ik veel die heten. Gaan we even koekeloeren hoe deze wagens heten. Dan wil ik dat eigenlijk wel weten. Dat is een van mijn grootste inkomsten. Een wrecking ball. Maar dat is alleen dat ding wat daar hangt. Hoe heet die kraan daarbij? En waar zijn die kabels? Oh, wacht hè. Daar zitten twee kabels. En hoeveel kabels zou die moeten hebben hier? Ah, twee gelukkig. Ik dacht al zo, ik voel me echt gescamd gewoon gelijk, weet je. Gewoon dat moment dat je. Iets meer verwacht dan dat je krijgt. Dat is echt disappointing gewoon. Altijd. Dat janken dat wij kunnen dan op dat moment. Hè? Oei, oei, oei. Daar word je gewoon spontaan verdrietig van. Zo. Dan leggen we nog eventjes zo'n autootje in elkaar. En dan gaan we eventjes een mooi begin maken aan een korte timelapse. En natuurlijk gaan we ook helemaal mooi afmaken. Hoe wij meer van dit soort militaire voertuigen gaan maken. En de conveyor gaan upgraden. Want ja, wat heb je nou aan een conveyor als hij zo inefficiënt werkt? Heb je eigenlijk bijna niks aan, weet je. Dus dan gaan we even mooi timelapse houden en zijn we zo weer bij jullie terug.
Zo, we hebben alweer heel veel moois gedaan vandaag. Hartstikke mooi. We kleuren nog eventjes. Ja, kleuren. We snijden nog eventjes een raampje uit. Hartstikke mooi. En we hangen nog eventjes wat wieltjes eronder. Heel gek dat je op een auto die zes wielen vereist, maar vier wielen plakt. Vreemd. En toen had hij weer zes wielen opeens. Heel erg mooi. Ik wil jullie graag bedanken voor het kijken naar deze video. Hebben jullie nou genoten? Abonneer dan zeker. Dit was het alweer. Had vandaag niet heel veel tijd. Dus tot de volgende maar weer. Later.